Vandaag zijn we in Eindhoven, even op strijdbijs. Even de foto maken, anders vinden ze dat bij Go niet goed. Kost een nul. Ik kan nog 4,5 minuten. Dankjewel. Nog een klein stukje te zien van de oude graffiti op de skatehal. Ja, maar dat is gewoon een coole tekening. Ik vind het sowieso een heel mooi stuk Eindhoven dit. Ja. Oude Philipsfabrieken. Ja, dat is zo mooi dat het even laat staan. Die oude leidingen. Ja. Kleine discussie hier. Zijn dit berken of platanen? Ik denk berken. Meneer Turner hier denkt platanen. Hij gaat het nou opzoeken, want hij gelooft mij niet. We lopen in ieder geval naar de Veemhal, volgens mij. Daar kunnen we lekker eten. Vers al het Veem, daar kunnen we lekker eten. En? Platanenblad. Heb je al gezien dat het een berk is? Nou, volgens Google heeft Dennis gelijk. Dennis had gelijk, het zijn platanen. Ik heb niet vaak gelijk, maar als ik gelijk heb, dan neem ik het. Ja, dan heb je het bewezen ook. Bagel en juice, dat zit ook. Klinkt wel lekker. Niet echt voor niet echt voor s'avonds. Leek is ook nooit goed. Zo was het vroeger hier. Goeie oude Philips tijd. Dat ruikt lekker, hè? Instagram Goldfish gevonden. Kijk, en nou zijn het 904. Dennis, je bent 904. 904. Ik hou het niet van vis, maar wel een kip. Dit is ook niet echt vis eigenlijk. We zijn een beetje tussendoor te filmen. Denk ik. Ik hoop dat het groot beeld beter uitziet. Ik vind het een heel mooi stukje Eindhoven dit. Met een klein beetje fantasie. Doet me denken aan Chelsea in New York. Maar heel veel fantasie dan eigenlijk. Ja, dat is waar. Ik doe maar even reserveren hoor, dat dag weer. We staan er al op. En we gaan weer een Go-scootertje huren. Dan kijk ik deze. Kijk. Tegen het verkeer in, jongen. Hey, het regent. We bakken er niks van, jongen. Ga je tegen het verkeer in over de busbaan?
Ja, dit is al weg. De slak. Ja. Nou, dat klinkt niet lekker in ieder geval. De slak. Die hebben we rondgelopen vroeger, hè? Het was veel drukker. Het was hier nog één grote parkeerplek. Weet je dat ook nog? Ja, het staat helemaal vol. We gaan nu naar, hoe heet dat terrein ook weer? NFE-terrein. Het NFE-terrein. Ik ben benieuwd. Het schijnt ook mooi te zijn. Dit is dus het NRE-terrein. Dat ziet er ook leuk uit. Leuk. Leuk tunneltje is het Monty Python tunneltje. Silly Walks. Adam, 29e verdieping. Hier zit de UU terrein, hè? En de bunker, ja. Die was vroeger een stuk kleiner. Dan was er eentje weer. En nou naar de film. Welke film ook alweer? Hoe is die? De Courier? Ja. De Courier. Kijk, dat was een mooi ritje Eindhoven voor maar 1,16 euro. Dat dank aan 11,90 euro. Go Sharing. Hoeveel had jij? 11,90 euro. Oh, dat was mij te goed meer, denk ik. Nou, bedankt Go en tot de volgende keer.